De oogst is binnen, de boeren hebben terug wat meer vrije tijd, het ideale moment voor koers. En dat zegt de traditie in West-Vlaanderen en dus wordt er vandaag opnieuw gekoerst in Vechten. De textielprijs is al aan zijn 81ste editie toe en pakt opnieuw uit met een mooi deelnemersveld en tonnensfeer. Lucien van Impe bespreekt alvast met wielerkenner Marc Barbieu hoe de koers zal gaan verlopen. Het is een heel andere sfeer. En gelukkig bestaan die nog. Gelukkig zijn er zo mensen die nog willen dat geld samenzoeken om een kermiskoers te organiseren. Heb jij een idee hoe die koers hier vandaag gaat verlopen? 180 vertrekkers, wind, veel wind, waaiers. Iedere ronde zullen er veel waaiers zijn. Ik denk dat er snelle pak zullen af zijn. Het zal gekoerst worden en het is geen gemakkelijk. Hè. Pas op, dat parcours, je moet dat niet onderschatten. Ik denk, maar toch denk ik dat het zal een spurt zijn. En volgens mij, wie Bohany klopt, die gaat winnen. Bohany is niet de enige Fransman met naam aan de start. Ook Steve Chenel, vooral gekend uit het cyclocross, tekent present en heeft er heel veel zin in. Si oui, des ambitions. À chaque fois que je me présente au départ d'une course, j'espère être bien. En plus, il y a du vent, ça peut bordurer, donc j'aime ça. Ça rappelle l'ambiance de mars-avril tout de même, donc j'espère être devant. Et puis pourquoi pas aller faire une belle place. Et puis voilà, puis encore demain, donc il y a deux beaux jours qui m'attendent en Belgique, s'il n'y a pas la pluie. Eind augustus werd Jérôme Bonny op magistrale wijze Belgisch kampioen bij de elite zonder contract. En met het einde van het seizoen in zicht wil Bonny zich nog eens tonen. Het is niet zo'n wedstrijd dat mij echt qua parcours ligt. Maar okay, ik heb vorig jaar bewezen dat ik ook hier dicht kan eindigen. Dus ja, we gaan dat terug proberen. Maar, ja. Heb jij een tactiek voor ogen? Oh ja, het is hier een beetje opletten hè, met de wind hier, de baan van de moleculen. Ik zeg. En daar is het altijd meestal zijwind en ja, daar is het wel gevaarlijk. Dus voor de rest, ja, het is het einde van het seizoen, dus het is altijd opletten in het begin ook. Hè. Bonny is niet de enige Belgische kampioen in Vechten, want deze Stijn de Volder mag vandaag het startsein geven. Dat de textielprijs niet zomaar een ritje rond de kerktoren is, bewijst de erelijst. Ilio Keijsen mocht al twee keer op rij de bloemen in ontvangst nemen en vorig jaar trok Jens Keukeleire aan het langste eind in een ultieme ontsnapping. De renners rijden eerst richting Ingooigem over een stuk oplopende weg. Daarna gaat het over smalle en bochtige wegen richting Ansegem om vervolgens terug naar Vechten te trekken. Een ronde is 12 kilometer lang en er moeten 12 ronden afgelegd worden. Goed voor een totaal van 144 kilometer. Aan de start blijft het voorlopig nog droog, maar het is bijzonder fris en er hangen dreigende wolken. Ook de wind doet zijn duit in het zakje. Perfect koersweer is het dus zeker niet, maar dat kan de 171 renners niet deren. Van bij het begin ligt het tempo enorm hoog. Toch slagen twee renners erin weg te rijden uit het peloton. Kenneth Bultink van het Cycling Team Zuidwest en de Nederlander Danny Smit van het Metec TKH Continental Cycling Team. Hun liedje duurt echter niet lang. Onder impuls van de jongens van Topsport Vlaanderen-Balwaze komt alles terug samen. Het moment voor Gijs van Hoeken om de benen te strekken. Bert en de Vries moeten alles uit de kast halen om de Oost-Vlaming bij te benen. En met z'n tweeën zetten ze stevig door. Maar er volgt al meteen een tegenaanval. Heel wat ploegmakers van Hoeken zijn listig meegeschoven. En zij nemen meteen het voortouw na de samensmelting. Er zit muziek in deze ontsnapping. Heel wat ploegen zijn vertegenwoordigd. En achteraan is de organisatie even zoek. We krijgen dus een twaalftal renners met daarbij vier jongens uit de stal van Topsport Vlaanderen-Balwaze. Pieter van Spijbroek, Kenny de Ketelen, Gijs van Hoeken en Kenneth van Bilzen. En zij hebben het gezelschap van Jonas Rikkaard uit de Ovita IJs en Akrogploeg, Steven Lammertink van het cyclingteam Jo Piels, Brian van Goetem van het Metec TKH Continental Cycling Team, Janis Dacteris van het team Die Verdange, Martial Jijn van Dolcini Flanders, Joseph Perret van het team IG Sigma Sport en Havard Blika en Oscar Elanda voor het team Osterhuis. Lang zijn ze niet met zoveel, want de Fransman Martial Jijn moet lossen. De 27-jarige is afkomstig van Guadeloupe en werd in 2007 al eens kampioen van de Caraïben. De elfleiders mogen geen moment verslappen, want het peloton blijft hen op de hielen zitten. Al is dat eerder door de vele aanvallen dan door een georganiseerde achtervolging. Het is Jérôme Bonny die aan de kop van het peloton sleurt. Hij ziet de bui al hangen met vier renners van Topsport Vlaanderen in de kopgroep en wil het tij nog snel keren. Maar alleen zal het niet lukken, want in de kopgroep doet iedereen zijn deel van het kopwerk. Topsport Vlaanderen voert de perfecte ploegtactiek uit om spurter Michael van Staaien in een zetel te zetten. Toch trekt Jelle Walaai samen met Horten Tobin ten aanval.
beetje vreemd, want met maar een goede 25 seconden verschil tussen het peloton en de kopgroep is het een gevaarlijke onderneming. Twee worden na een paar kilometer teruggegrepen, maar door hun actie is het pak wel een stuk dichterbij geslopen. Deze Jonas Rickaert verkeert in hoogvorm en doet telkens een lange en stevige kopbeurt. De 19-jarige was in de jeugdcategorieën een pistier pur sang en mocht in juli nog aantreden op het EK baanwielrennen voor belofte. De leiders zijn ondertussen op 9 ronden van het einde gekomen. Het is nu Kenny de Ketelen die de dans leidt in de kopgroep. Misschien wel voor Gijs van Hoeken. Tenminste, als de kopgroep vooruit kan blijven, is hij zeker een grote kanshebber. Van Hoeken is een product van de piste en kan rekenen op een paar snelle benen. Die toonde hij dit jaar al met een tweede plaats in de grote prijs Clos de Criquillon. In de achtergrond trekt een nieuwe tegenaanval zich op gang. Het is opnieuw Jérôme Bonnier die de aanzet geeft. Hij krijgt 8 kompanen mee. Tom Vermeer en Charles Rose voor het cyclingteam Joop Biels, Michael Nicholson van Dolcini Flanders, Danny Smit uit de Metec TKH-ploeg, Mart Oyave Champion System Pro, Egidius Juult Valkies van Crelan Euphony, Sebastian Boutau van team NSP Ghost en Philip Eidsheim uit het team Osterhuis. Eentje probeert nog helemaal alleen de aansluiting met de achtervolgers te maken. De Brit Horton Tobin gooit zich bijna helemaal over zijn stuur. De 26-jarige Brit is afkomstig van Guernsey, een Brits eiland voor de Noord-Franse kust, en kwam op zijn 16e naar Gent om de stijl van coureur te leren. Hij komt tot op 30 meter van het wiel, maar bijt zijn tanden stuk op die laatste meters te dichten. De West-Vlaamse wind kent geen genade. Een wat zinloze actie, maar wel een straffe krachttoer van Tobin, want bij de achtervolgers ging het bijzonder hard. Zij zijn ondertussen tot op 7 seconden van de kop van de koers genaderd. Een samensmelting lijkt in de maak. De achterstand van het peloton is ondertussen voor het eerst opgelopen tot meer dan 3/4 minuut. De samensmelting is voor een groot deel te danken aan het harde labeur van Jérôme Bonnier. De Meerbekenaar heeft een echt boerenjaar achter de rug met meer dan 15 overwinningen en heel wat knappe ereplaatsen. De winnaar van de kattenkoers heeft met Willy Teirlinck een ploegleider gevonden met de juiste aanpak. Volgens Bonnier is Teirlinck de echte sterke man achter zijn knap seizoen. En zo krijgen we een nieuwe kopgroep met 20 renners. Met zoveel is het moeilijker om goed georganiseerd samen te rijden en dus raakt de cohesie een beetje zoek. Gelukkig zijn er nog de jongens van Topsport Vlaanderen. Zij blijven het tempo bepalen in de kopgroep. Opnieuw een beetje een vreemd beeld dus wanneer Jelle Walaes voor de tweede keer gaat versnellen in het peloton. Topsport Vlaanderen probeert de koers op alle fronten hard te maken en alle mogelijke concurrenten voor Michael van Staaij de das om te doen. Walaes krijgt daarbij meteen steun van Alphonse Vermoten van het Enpost Chain Reaction Team. Vermoten, die na enkele sterke prestaties in het voorjaar een beetje wegteemsterde, is nooit te beroerd voor een nummertje. We zijn ondertussen voorbij halfweg koers, de voorsprong bedaagt 38 seconden en de donkere wolken pakken zich steeds meer samen boven Vichten. Bonnier eet nog snel iets voor de regen het begin van de finale gaat inluiden. Terwijl 3/4 van het peloton de regen vreest, zijn er altijd renners die hopen op nog zwaardere omstandigheden. Nico Eekhout is één van die coureurs. De ouderdomsdeken van het Enpost Chain Reaction Team lijkt nog fris te zitten. Een groot en gegroepeerd peloton nog, al staat de deur achteraan op een kiertje. De snelheid gaat opnieuw de hoogte in. Bij de leiders zijn het nog steeds de jongens van Topsport Vlaanderen die de trein op de rails proberen te houden. Geen eenvoudige opdracht, want het pak houdt de vluchters binnen handbereik. En dat kleine verschil nodigt uit om de kloof te dichten. Twee renners achten hun moment gekomen en trekken in de tegenaanval. Stefan Poutsma van het bedrijvige cyclingteam Joop Biels en Bram Noten van Dolcini Flanders. De twee Nederlanders slaan de handen in elkaar, maar het mag niet baten. Met één tegenbrek uit de groep komt alles terug samen. Door al die schermutselingen is het verschil tussen het peloton en de leiders gekrompen tot een 15 seconden. Maar opnieuw zit er geen lijn in de achtervolging. Achteraan valt het helemaal stil en terwijl de eerste regendruppels uit de lucht vallen, trekt zich een nieuwe tegenaanval op gang.
De aanstoker van deze poging is Bobby Traxel, de Nederlander die in 2009 in extreme weersomstandigheden Keurne-Brussel-Keurne won. Slechts 26 van de 198 renners kwamen toen aan. Begin dit seizoen ruilde hij landbouwkrediet Colnago voor het Chinese Champion System Pro. Samen met zijn twee metgezellen dicht Bobby Traxel de kloof en zo krijgen we een kopgroep van 23 renners. Met nog 4 ronden te gaan, begint Bonny zich terug wat meer te mengen in de strijd. In de achtergrond rijdt Nasser Bouhanni lek op een heel slecht moment. Hij kan vlug geholpen worden, maar geeft er na een hopeloze achtervolging de brui aan. Vooraan zijn de krachten van de jongens van Topsport Vlaanderen stilaan opgesoupeerd en dreigt de samenhang als een pudding in elkaar te zakken. Vijf jongens voelen dat dit de ultieme kans is om nog de aansluiting te maken. Ze komen tot op 25 seconden, maar ook het peloton is niet ver weg. Al zijn ze daar nog steeds in hetzelfde bedje ziek en krijgen de renners geen lijn in de achtervolging. Laurent van den Bak uit de ploeg van Endpost Chain Reaction is de grote motor bij de achtervolgers. Van den Bak kampte in 2010 met zware rugproblemen en heeft sinds zijn comeback grote stappen vooruit gezet. Maar de Belgisch kampioen tijdrijden bij de elite zonder contract van vorig jaar dreigt te laten komen. Want de Dekselse Jérôme Bonny ontbindt zijn duivels. Alleen Brian van Goedem kan zijn versnelling op de smalle wegen richting Anzichem beantwoorden. Er moeten dan nog meer dan 3 ronden afgelegd worden. Dat is meer dan 36 kilometer en de voorsprong van de twee is slechts een handvol seconden. Toch gelooft de tweetal in de slaagkansen van hun opzet. Ze vinden elkaar meteen en gooien zich vol in de strijd. De renner van Tuwin Yosan en Metek TKH Continental zien hun voorsprong seconde per seconde groeien. Achter hen blijft er bijna niets meer over van de kopgroep. Het pak, of toch tenminste wat daarvan overblijft, heeft hen helemaal opgeslokt. Het is alweer Topsport Vlaanderen-Balwaze dat aan de bak moet. Met z'n tweeën proberen ze het gat niet te groot te laten worden. Brian van Goedem is vooral een sterke tijdrijder. Hij werd vijfde tijdens het Nederlands kampioenschap tijdrijden bij de elite zonder contract en was vorige week heel dicht bij een overwinning met een derde plaats in de kustpijl. Jérôme Bonny heeft zo stilaan een patent genomen op dit soort ontsnappingen. Op het Belgisch kampioenschap reed hij samen met Stigbroeks weg en verdedigde toen ook een minieme voorsprong op een jagend peloton. Om vandaag te mogen juichen, moeten de twee het wel nog een kleine 15 kilometer volhouden. En dat in heel zware omstandigheden. Het regent niet alleen pijpenstelen, het waait ook nog steeds heel hard. Deze koers krijgt echte Flandriën-allures. En voor het eerst krijgen Van Goedem en Bonny ook echt tegenstand vanuit de achtervolging. Mathias Leclerc uit het cyclingteam Soenens en Jarol Salomijn van Topsport Vlaanderen zijn gaan versnellen. Bij het ingaan van de allerlaatste ronde zijn ze genaderd tot op 15 seconden. De twee rijden voor wat ze waard zijn en naderen meter per meter op de twee leiders. Maar ook het peloton weet zich niet ver van de kop van de koers. Al loopt het daar nog steeds niet gesmeerd, al de hele koers rekent het pak op individuele acties om het gat dicht te rijden. Salomijn was de laatste weken goed op dreef, met onder andere een 13e plaats in de schaal Sels. Ook de prestaties van Leclerc gingen de laatste weken crescendo. Met vereende krachten komen ze tot op minder dan 10 seconden van Bonny en Van Goedem. En dan wordt er heel even gepokerd vooraan. Van Goedem vraagt Bonny om over te nemen, maar het vet lijkt een klein beetje van de soep bij de Meerbekenaar. Van die vertwijfeling profiteert Salomijn. Met een ultieme inspanning rijdt hij nog naar de twee leiders toe en zet meteen de spurt in. Maar hij wordt meteen ook geremonteerd door Brian van Goedem. De Nederlander is ijzersterk en spurt zich naar de overwinning voor Salomijn en Bonny. Leclerc is nog heel knap vierde. Ja, de besef is er wel, maar ja, het was gewoon ontzettend zwaar vandaag. En, ja, ik was eigenlijk heel goed. Ik zat eigenlijk in het begin goed mee. Van het weekend een beetje pech gehad. Ik ben zaterdag door een bij gestoken in de kustpijl. En zondag heel veel hinder van ondervonden in de Baronie Classic. Maar vandaag volledig hersteld en ja, gewoon superbenen eigenlijk. Jij was de beter. Voel je je beter dan Jérôme Bonny of voel je je minder goed?
Ja, ik weet niet. Ik had het idee dat hij een beetje zat te pokeren, maar ik voelde me zeker zo goed als hem. Het is van 2005 geleden dat er nog een Nederlander won. Dat is een grote eer, hè? Ja, ik weet niet wie dat was, maar het is gewoon mooi om hier te kunnen winnen. Een profkermiskoers en ik hoop dat dit een opstapje mag zijn voor meer. Het was geen weer om een hond door te jagen en dat is ook te zien aan de uitslag. Van de ruim 170 starters hebben maar 81 renners de streep gehaald. Jarol Salomijn voelde zich niet super, maar in de regen kreeg hij toch een heel goed gevoel. Ondanks zijn knappe prestatie is de ontgoocheling toch groot. Ik was vrij ontgoocheld. Ik had een enorm goede been op het laatste. In het begin van de wedstrijd niet echt bepaald. En dan kunnen we er nog naartoe rijden. Ik had een heel goede samenwerking met de man van Soenens. Op het laatste komen we er nog bij. Ik had direct ook op. Net als ik naar achter keek. Ik keek eens ook naar achter en ik ging vol aan. Maar het was dan nog meer dan 300 meter. En ik viel dan eigenlijk compleet stil op het laatste. Het was zwaar met die regen, hè? Eigenlijk ben ik ook de regen erdoor gekomen. Maar in het begin voelde ik me echt niet goed. En vanaf dat het begin regen heb, begon de been beter te komen. En ik kan daar eigenlijk goed tegen. 8 jaar na de laatste Nederlandse overwinning van Rick Reinerink mag een Nederlander nog eens op het hoogste schavotje plaatsnemen. Nog even de top 10 van deze 81ste textielprijs in vechten overlopen. Brian van Goedem wint voor Salomijn en Bonnier. Mathias Leclerc is knap vierde. De vijfde plaats is voor de Brit Dan McClay, net voor de Duitser Tino Teumel. Timothy Dupont legt beslag op de zevende plaats. Joachim Arissen en Bert van Lerbergen zijn respectievelijk achtste en negende. En Jonas Rikaert voor volledig de top 10.